kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Woerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Als je me volgt op Instagram, weet je dat ik deze video ga maken. Ik heb namelijk op mijn eerste story aan jullie gevraagd om jullie te helpen met deze video. Ik krijg heel vaak de comments van, oh, je hebt echt zo'n leuke kledingstijl. Waar je kleding vandaan? Die geeft echt veel inspiratie. Je weet leuke outfits te krijgen. Laat vaak je outfits zien. Dat. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ik jullie kan helpen? Ik heb namelijk op mijn Insta story een sticker tab gezet en daarin gevraagd met what would I wear on a puntje, puntje, puntje. En dan moesten jullie de gelegenheid invullen. Echt niet normaal hoeveel, echt wel honderden mensen, honderden dingen zijn ingestuurd. Ik heb echt een uur over moeten doen om uit te kiezen en doorheen te scrollen. En heel erg bedankt voor iedereen die het heeft ingezonden. Van date tot uitgaan, naar festival, naar wat moet ik naar mijn schoonouders aandoen. Wat is een leuke chill outfit, hoe moet ik mijn kleding in het vliegtuig. Gewoon alles komt aan de beurt, alle seizoenen, alle soorten dingen. Ik vertel waar de outfits van zijn. Ik vertel welke maat ik heb. Alles staat in de beschrijving, sowieso. Ik weet niet of ik van alles een linkje kan vinden, omdat waarschijnlijk heel veel outfits of kledingstukken bijvoorbeeld van een andere collectie zijn en misschien niet meer te vinden zijn. Maar dan heb je wel een inspiratie en kan je wel bijvoorbeeld, als ik een mom jeans aan heb van H&M, kan je ook een mom jeans kopen. En maakt in principe niet uit van waar, maar dat ik jullie wel een soort inspiratie heb gegeven. Als je zin hebt in deze video, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet dus niet op mijn kanaal te abonneren en me te volgen op Instagram. Dit is @sarahvanwoerd. Wil je de volgende keer ook iets insturen? Want ik ben van plan om deze video vaker te gaan maken. Omdat ik natuurlijk zoveel aanvragen kreeg, wil ik zoveel mogelijk gaan behandelen. Ik kan niet alles in één video gaan doen, dus sowieso ga ik meer video's maken. Dus heb je ook iets van, oh, ik weet echt niet wat ik op zo'n soort gelegenheid aan moet doen, dan ga ik jullie helpen. Dus vergeet me zeker niet te volgen op Instagram, Sarah van Woerd. En laten we dan gaan lekker beginnen. Voordat ik begin met het laten zien van de outfit, al jullie sticker tabs beantwoord en behandel, wil ik aankondigen dat deze video wel in samenwerking is. Het is namelijk in samenwerking met Filippo Loretti. En dit is een sieraden webshop met horloges en hele mooie sieraden. Waarom ik ervoor heb gekozen om dit in samenwerking te doen, is omdat deze sieraden heel uniek zijn en echt een pronkstuk van je outfit. En ik vind dat sieraden echt, echt een outfit afmaken. Zoals je kunt zien heb ik nu ringen, horloge, alles om, kettingen. En zonder dit zou dit gewoon een saaie normale trui zijn. Maar door de kettingen en de armen en sieraden, maakt het echt je outfit. En ik vind dat echt een heel belangrijk stuk. Ik hou heel erg van sieraden. En waarom ik zo graag in samenwerking met dit bedrijf wilde, is omdat ik echt verliefd ben op hun sieraden. De uitstraling van de sieraden zijn hetzelfde als high-end merken. Denk aan Louis Vuitton, Dior. Hetzelfde soort uitstraling, maar voor een veel goedkopere prijs, omdat er geen merkkaartje aan hangt. De sieraden hebben dus een veel betere prijs-kwaliteit verhouding. Ze zijn helemaal gevormd om jouw vrouwelijkheid naar voren te laten komen en je zelfverzekerd te voelen. Dit is natuurlijk heel belangrijk bij het dragen van een outfit, dat je zelfverzekerd over je outfit bent en over jezelf. Sieraden hebben een tijdloos design. Ze zijn te combineren met van alle soorten outfits. Dat ga ik jullie dus ook laten zien. Ik ga een paar sieraden omdoen van hun. En bij deze bijna bij elke outfit combineren. We hebben dus een hoge kwaliteit. En dit is echt zo. Voordat ik de video maak, heb ik deze sieraden letterlijk al weken om. Met douchen en al. Met slapen. Met echt alles. Ik ben zelfs in de sauna geweest. En ik wilde echt testen of de producten stainless steel en dus waterproof zijn. Ze hebben dus ook een stainless steel materiaal. En dat betekent eigenlijk roestvrij staal materiaal. En ja, dit kan dus tegen water. En ik haat sieraden die niet waterproof zijn. Ik gooi ze meteen in de prullenbak en je hebt er gewoon niks aan. Want na een week ziet het er niet meer uit. Je vingers worden groen. Verder heeft Filippo Loretti ook een verzekering van risico. Je kan namelijk de sieraden 90 dagen uitproberen. En ben je binnen die tijd niet tevreden, kan je voor gratis je sieraden retourneren en geld terugkrijgen. Hierdoor willen ze dus echt een zekerheid aanbieden van hun producten. En natuurlijk heb ik ook een kortingscode voor jullie. Met de kortingscode SARAHV15 krijg je 50% korting. Je kan in de link in de beschrijving klikken. Oeh, het telefoon gaat bijna. Je kan de link in de beschrijving kiezen en dan kan je mijn code invullen. SARAHV15 voor 50% korting op je eerste bestelling. Ik vind dat we veel te veel hebben gepraat nu. We gaan lekker beginnen. Ik ben heel erg excited. Ik ga jullie vertellen over de outfits. Ik ga ze dan uitkiezen. Ik heb hierachter mijn kledingrekken, as always. En hier heb ik ook nog mijn kledingkast. Ik heb veel te veel kleding. Ik probeer ook zoveel mogelijk op Vinted te zetten, maar ik heb gewoon geen tijd voor. Dan ga ik jullie de hele complete outfit. Dus sieraden, kleding, tasjes, schoenen, gewoon alles.
Dus ik ben helemaal excited. Ik ga beginnen. Ik heb er een paar gescreenshot. Ik weet niet of ze allemaal gaat lukken om te doen. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga laten zien met welke sieraden ik alle outfits ga stylen. Als eerst wil ik deze hele mooie armbanden laten zien. Deze zijn de stainless steel. Ik heb deze zelf al weken om. En ik ben er heel blij mee. Ik vind ze heel mooi. En ja, I love it. Het zijn deze twee. Verder heb ik deze ring om. Deze ring heeft een heel tijdloos design. Hij is eigenlijk helemaal vlak. Goud. Ja, ik heb hem hier om mijn ringvinger. Je kan gewoon je maat kiezen. En daarnaast heb ik deze prachtige horloge om. En het jammer aan deze horloge is dat hij eigenlijk iets te groot is. En door lockdown zijn helaas hier de juweliers gesloten. Dus kan ik geen schakels eruit halen. Maar hij zit nu dus wat iets losser. Ik ga zodra de juweliers open zijn, ga ik meteen naar de juwelier en een paar schakels eruit laten halen. Maar ik wilde de horloge toch even laten zien. Want ik vind het een echt mooi horloge. Heel mooi kleur goud. Het zwart van binnen. Heel classy. Dit kan letterlijk bij een classy look. Dit kan bij een casual look. Het past letterlijk overal bij. En dat wil ik jullie laten zien. Hoe leuk dit horloge is. En als laatst wil ik deze mooie oorbellen in een spotlight zetten. Ik heb deze met de feestdagen ook aangehad. En deze zijn echt geweldig. Ze zijn dus ook stainless steel. Ik had deze heel lang in. Ik heb nu deze ringetjes zelf in van La Bella. Met een Urke van Ana Luisa. Deze zijn gewoon voor de casual outfits. Maar met de outfits dat ik iets meer ga glammen, ga ik zeker deze mooie oorbellen zo meteen indoen. En aan jullie laten zien. Dit zijn denk ik wel echt mijn favoriete. Met samen met horloge favoriete sieraden van alles. Zo classy staan ze en geweldig. Ik heb net echt met plezier de outfits uitgezocht. Ik ben een persoon dat wel eens overdressed is, maar ik hou daarvan. En misschien vinden jullie juist daarom mijn outfit zo leuk. Dus ik heb het daar ook wel een beetje op aangepast van wat ik echt oprecht aan zou doen. Het kan overdressed zijn, maar I love it. Ik begin met de outfit School Day. Ik heb daarvoor deze outfit gekozen. Ik heb deze outfit zelf ook al meerdere keren naar school aangedaan. Het is gewoon een casual outfit. Het is gewoon lekker een broek en een trui. Ik heb hier dus bij mijn Dr. Martens. Ik heb gewoon het basic model. Daarbij heb ik een pantalonbroek aan van Bijuls Fashion. Ook met de trui van Bijuls Fashion. En het leuke aan deze trui is de achterkant waar Dior, Dior, Dior op staat. En ik heb een heel leuk tasje van Bijuls Fashion erbij gecombineerd. En ja, ik neem altijd tasjes over mee. Ik ben echt een tasjesmens. I love it. Ja, dit is echt een outfit naar school gaan doen. Heel casual, maar toch trendy en leuk. En stel dat je op school bent en toch de stad ingaat en denkt, een leuk Instagram foto maken, is deze outfit ook Instagram picture worthy. Dan heb ik de stage outfit. En dan voornamelijk voor op kantoor. Wat ik een hele leuke trend de laatste tijd vind, is een wit blouseje met daaroverheen een spencer. Het blouseje maakt het heel netjes. En een spencer maakt het wat spulser en trendier. En ja, daarbij heb ik gewoon een zwarte flarebroek. Dat zit altijd goed, een zwarte flarebroek. En daaronder leuke laklaarsjes. Want ik vind dat je naar kantoor en stage best wel een laarsje aan mag of een hakje. Dus dat vind ik wel netjes staan. Dus dat heb ik erbij aangedaan. Ja, je kan hierbij een tasje doen. Maar voor stage neem je meestal meer een grotere tas mee. Maar je zou hetzelfde tasje als wat ik bij de vorige outfit heb. Gewoon een zwart classic tasje bij kunnen dragen. En ook gewoon netjes en handig, want hij is lekker groot. Dit vond ik echt een hele leuke roadtrip. Nou, met roadtrip zit je natuurlijk veel in de auto of ben je veel onderweg. Dus je wilt eigenlijk toch wel een soort van semi-comfortabele kleding aan. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om wel sportleggings aan te doen. Ik leef echt in sportleggings. Het is echt precies wat ik aan zou doen. Daarboven heb ik gewoon een simpel zwart crop top. En daarover een superleuk jasje. Deze is warm. Dus stel je hebt het koud, kan je lekker de jas aan doen. Maar stel het is heet tijdens de roadtrip, kun je het jasje uitdoen. En is het gewoon een lekker luchtige outfit. Ja, ik heb hier eigenlijk ook weer voor gekozen om weer met Dr. Martens bij aan te doen. Want met een roadtrip, ik weet niet wat voor soort roadtrip je gaat doen. En zit comfortabel. En je kan er heel lang lekker op lopen. Als je dus helemaal op ingelopen. En ik heb erbij gekozen om hier een zwart, ook een paars tasje bij te combineren. Want ja, dat vond ik gewoon leuk terugkomen. Ja, met het jasje. Dan een outfit voor activiteiten. Een dag shoppen, een dag naar het attractiepark, een dag naar het dierentuin. Dit is een outfit waar je dus ook veel gaat bewegen waarschijnlijk. Dus dan wil je eigenlijk ook wel weer een soort van comfortabele kleding aan. Je wilt niet een hele outfit met poespas en weet ik toch wel hakken. Hell no. Dus
Ja, ik heb eigenlijk deze outfit hiervoor gekozen. Ik heb een leren... Oké, ik kom er net achter dat ik ben vergeten waar de items van zijn. Ik ga denk ik niet meer zeggen waar de items van zijn. Ik zet dit gewoon allemaal in de beschrijving. Want anders gaat het veel te veel gelul worden. En je kan het ook gewoon vinden en in beschrijving. Dus dan... In principe maakt het ook niet heel veel uit waar het van is, jongens. Want je kan toch ook gewoon googlen. Paars geruit jasje bijvoorbeeld. En dan vind je honderden dat soort jasjes. Dus dan kun je ook gewoon zelf een beetje kijken. Maar that's me. Ik ben altijd op onderzoek. En ik ga altijd gewoon kijken waar ze soortgelijke items hebben. Maar voor een activiteitsdag heb ik dus gekozen voor deze leren legging. Ik heb het eigenlijk aangepast op het jaargetijd dat we nu in zitten in de winter. Hier heb ik lekker een warme paarse trui op. Hier heb ik ook weer het paarse tasje bij gebruikt. Want dat vind ik gewoon een leuk contrast. Ik heb hier ook nog een leren jasje bij. Dat je kan combineren als het echt heel koud is. Dat je niet in de buitenlucht loopt. Dat zonder jas. En daarbij heb ik deze superleuke cowboy boots aangedaan. En ik ben verliefd op deze cowboy boots. Ik vind het zo leuk. En ze lopen lekker. En het ziet er ook nog uit als je een Instagram foto wil maken. Ja, ik ben meestal wel bezig met... Als ik ergens heen ga, moet ik wel een beetje een leuk outfit aan hebben. Dat ik misschien een Instagram picture kan maken. You know, voor de gram. Alles voor gram, you know. Ik had dan een restaurant date of first date. Ja, hiervoor zou ik gewoon eigenlijk niet te veel uitpakken. Want... Ja, wat ga je een restaurant deed? Het ligt eraan natuurlijk wat voor soort restaurant gaat. Zou je gaan naar een super chic restaurant, zou ik dit niet aandoen. Maar stel je gaat gewoon gezellig even ergens een hapje eten. Of je gaat op date naar een gamehall of naar de bios. Weet je, dan wil je daar niet helemaal overdressed aankomen. Dus ik heb ervoor gekozen voor een superleuk spijkerbroek. Erop een superleuk wit topje. En hele leuke witte laarsjes eronder. En een super mooie tas erbij om het toch iets classier te maken. En iets leuker gewoon dat het echt wel een beetje moeite in is gestoken. En dat het echt allemaal in elkaar terugkomt. En ja, dit vind ik gewoon een hele leuke outfit voor een date. Of een first date. Maar het ligt natuurlijk ook aan wat je gaat doen. Restaurant date, zou je zelf gewoon naar een pizzeria gaan. Of weet ik veel, sushi eten. Is dit gewoon een leuke date. Maar zou je gaat echt naar een chic restaurant, dan zou ik wel echt een jurkje aandoen of zo. Een avondje met vrienden. Als ik met vrienden ben, dan ben ik meestal wel aan het drinken. Dus het is altijd een soort semi-feestje. Dit heb ik toevallig afgelopen weekend ook aangehad naar vrienden. Het is gewoon een legging. Met daarop een oversized blazer. En daar heb ik hele leuke slangenleerhakken bij gedaan. Om het toch iets leuker te maken. En een leuk tasje om ja, toch een leuk outfit te hebben. Het zit heel lekker. Het zit echt top. Maar je ziet er echt super leuk uit. En weet je, je gaat niet echt wat doen. Maar ja, je wilt er wel gewoon leuk uitzien voor een feestje met vrienden. Maar stel je gaat gewoon chillen overdag. Zou dit ook gewoon een prima outfit kunnen zijn. Zou je bijvoorbeeld de hakken kunnen veranderen voor een paar sneakers of zo. En dan is het wel wat, ja, wat casual. Meer casual outfit. Dat je met vrienden gaat chillen. Maar als je in de avond een feestje hebt, zou je de hakken bij kunnen toevoegen. Een outfit voor thuis waar je in kan chillen, maar toch leuk is. Nou ja, dat is ik vind het er wel gewoon leuk uitzien. Het is een pak van Chiquelle. Het is een super comfy pak. Als je thuis zit te chillen, dan wil je eigenlijk wel gewoon chill kleding aan. En ik heb dus gekozen voor dit chill pak. Ik vind het er en leuk, trendy en leuk uit. Ja, gewoon cute uitzien. En stel de postbode komt aan de deur, zie je er wel gewoon chill en relaxed en comfy pak uit. Maar je hebt toch wel eigenlijk best wel een grappige soort leuke outfit. Dus ja, dat vind ik zo leuk aan die pak. Daar heb ik voor gekozen. En het zit super lekker. En het is hele zachte stof. I love it. Echt amazing. Amazing. Voor een YouTube video. Nou, daarvoor heb ik eigenlijk gewoon deze outfit aan. Ik heb gewoon een super leuke beige trui. Oh my god, nee, zit hier nog een vlek. Oké, nou wat het leuk heeft gemaakt is natuurlijk de sieraden en ik heb letterlijk een sportlegging aan. Ik heb altijd een sportlegging aan, want het zit gewoon lekker. En ik heb UX aan, dat zit gewoon lekker warm. Want je ziet toch alleen mijn bovenkant, dus mijn bovenkant is helemaal gevliekt. Ha, ziet het leuk uit het beeld. Maar eigenlijk in de werkelijkheid heb ik gewoon een fucking chill outfit aan. Ik heb meestal gewoon een trui aan, iets simpels voor een YouTube video, want je wilt niet te veel, te druk. Ik wil gewoon een simpele kleur, een trui of een leuk vestje of een leuk shirt of een... whatever iets. Maar dit heb ik eigenlijk aan voor jullie video. Ik heb er eigenlijk niet echt per se op gezocht. Maar dit is eigenlijk toevallig wat ik aan heb. Tijdens het uitgaan. Ik heb gekozen voor deze zwarte flarebroek. Deze is wat hoger. En daarop heb ik een superleuk bantou glittertopje. En deze heeft een open rug. Nou, dit is natuurlijk echt heel sexy. Maar heel mooi. Ik ben echt heel erg van het bloot tijdens het uitgaan. I love it. Gewoon lekker show
We hebben al, weet je, we kunnen nu heel lang niet uit. Maar als we weer uit kunnen, zou ik dit echt zeker aandoen. Ik heb dit ook wel vaker aangehad naar de club. En of course, hakken. Ja, sorry guys. Ik doe hakken aan met uitgaan. I love it. Ik ging echt helemaal stuk om deze. Maar voor een one night stand. Ja, ik heb zelf nog nooit een one night stand gehad. Maar stel, je zou een one night stand hebben. Dat is meestal na het uitgaan. Dus dan heb je uitgaanskleding aan. Maar zou je zo gewoon met een jongen bijvoorbeeld vanaf Tinder afspreken? Ik zou denk ik gewoon letterlijk deze outfit aandoen. Het is gewoon comfy. Het is snel uit. Je, kleding, je hebt één kledingstuk. Het gaat heel makkelijk uit. Het is een oversized hoodie. En deze vind ik heel leuk met overknee laars. Dus je ziet er wel gewoon een soort trendy en hip uit. En je ziet er wel gewoon uit alsof je een leuk outfit aan hebt. Maar je hebt eigenlijk gewoon een super, super comfy outfit aan. Het zit gewoon chill. Je kan gewoon lekker op de bank chillen of in bed chillen. En het is gewoon snel uit, weet je. Dat is eigenlijk toch wel de bedoeling van een one night stand. Dat je het snel uittrekt en hup, toch? Weet je, dat is een one night stand. Dus ja, misschien, ik zou letterlijk dit aandoen. Ja, misschien heel raar, maar ik dacht misschien wel gewoon leuk. Zo'n hoodie sweater. You know, why not? Waarom gewoon niet? Ik zou echt niet voor een one night stand helemaal mijn best gaan doen. En er helemaal gefleekt uitzien met de leukste outfit. Want het is toch een one night stand en daar is het toch voor bedoeld. Like one time and bye bitch. Denk ik. Payback voor jongen. Oké, dit is eigenlijk een grapje. Deze outfit. Maar wil je echt, echt payback? Je staat bijvoorbeeld in de club. Of je wil gewoon echt payback. Trek gewoon het meest sexy jurkje aan dat je hebt met hakken. Ik bedoel, hoe meer payback wil je hebben? Als een jongen je dan zo ziet. Dan denk je echt van shit, what the fuck heb ik gedaan? Maar ja, ik zou dit echt niet aandoen. Ik zou sowieso nooit een payback willen voor een jongen. Want ik zou echt denken van... Payback, bye bitch, I don't... Ik ga niet meer energie aan jou verspillen. Maar ja, zou je echt payback op een jongen, zou ik gewoon dit aandoen? Ja, weet je waarom niet? Nee, ik zou het niet echt aandoen, maar dat is meer gewoon een grapje. Gewoon, trek iets sexy aan. Trek iets aan waar je je goed in voelt. Of waar je jezelf, gewoon je lichaam goed in uitkomt. En denk van, bitch, you missed this. You're bad. Voor Valentijnsdag. Het is natuurlijk binnenkort Valentijnsdag. En ik hoop... Stel de restaurants zouden open zijn... Dan zou ik naar een wat chiquer restaurant gaan. En dan zou ik dit aandoen. Een blazer dress met mooie hoge hakken. Ziet er super leuk en classy uit. En een super leuk tasje erbij. Deze is ook helemaal trendy en hip. Deze van Shein. Ik zeg het alvast, want het wordt altijd gevraagd. Maar stel het is niet open, zou ik dit misschien alsnog aandoen. Want dan zie je er gewoon super leuk uit voor je vriend. En je wil je vriend toch wel gewoon een beetje gewoon verrassen van... Kijk, ik heb me ook gewoon leuk omgekleed en opgemaakt en geklemd voor jou. Ja, misschien is het wel overdress als je thuis bent, maar boeien, ik zou het gewoon doen. Ik heb het ook met kerst aangehad en dus zat ik ook alleen met mijn gezin. You know, that's me. Voor een Instagram picture, dat vond ik heel leuk. Voor een Instagram picture heb ik altijd een outfit aan dat eigenlijk way too overdressed is. Wat ik eigenlijk misschien niet eens echt aan zou doen voor real life. Maar misschien ook wel, weet je, boeien... Maar je wilt wel gewoon echt er leuk uitzien op een Instagram picture. En echt leuk. Daarom heb ik gekozen voor dit superleuke jurkje. Met dezelfde overknee laars die ik aan had bij de hoodie. Bij de hoodie sweater. Daarop een baret. Ik zou niet snel een hoed dragen. Maar voor een Instagram picture zou ik dat dus wel doen. Gewoon omdat het plaatje er leuker uitziet. En het superleuke tasje erbij om de outfit af te maken. Ja. En dit zou ik echt in het bos of zo willen. Echt zo'n leuke bosfoto. En dat je dan zo'n super cute jurkje aan hebt. Maar ja, het is echt niet chill om hiermee in het bos te lopen of zo. Dus. En last but not least. Naar een festival. Deze werd echt super veel aangevraagd ook. Ook al kunnen we niet eens naar een festival nu. Ik vind haar festival altijd vet lastig. Maar zal we gaan voor een festival midden in de zomer. Super heet. Zou ik lekker dit luchtige rok aandoen. Dit luchtige rok. Deze luchtige rok aandoen. En daarop echt een super kort topje. De rok is heerlijk luchtig. Het topje ook. Je zweet je altijd kapot daar. En het ziet er super leuk uit. Ook super leuk outfit voor als je een foto wil maken op een festival. Sowieso een tas meenemen. En mijn Dr. Martens zou ik echt aandoen. Want op het festival worden die schoenen zo vies. Ja, het wordt echt vies. Dus... Ja, Dr. Martens, die mogen lekker vies worden. En die kunnen er allemaal goed tegen. Tegen de modder en de zand. En weet ik allemaal wat er is. Ik heb echt heel veel gepraat. Ik kan echt niet meer praten voor mijn gevoel. Ik heb helemaal een spraakgebrek. Maar ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En dat jullie de video leuk vonden. En dat jullie misschien wat inspiratie uit gehad hebben. In de beschrijving. Zo alles staan. De outfits. De
sieraden, de kortingscode, de link naar de sieraden, de waar de auto's staan komen. Ik ga niet linkjes erbij plaatsen. Misschien heel erg alleen voor Shein, want dat kan ik snel terugvinden bij Shein Shoplofts. Maar anders kun je gewoon intypen mom jeans naked of mom jeans of legging naked of schoenen hakken. Laarsjes, come get fashion, weet je, dan kan je het gewoon vinden. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren, dat zou ik heel leuk vinden. Ik zie dat heel veel mensen wel mijn video's kijken die geabonneerd zijn. Guys, why? Abonneer nu! Klik op de abonneerknop, dat zou ik heel leuk vinden. De laatste tijd gaat super goed en het is echt heel leuk om alle support en groei te zien. Dus heel erg bedankt daarvoor allemaal. Ja, comment beneden wat je van de video vond, of je wat aan gehad hebt, of je dit vaker moet doen. Het heeft echt heel veel tijd gekost. Dus ik hoop dat de video ook goed wordt ontvangen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hou echt super veel van jullie. En tot de volgende keer. Doei doei!